De Surinaamse brouwerij heeft vanmorgen haar duurzaamheidsverslag 2015 gepresenteerd. In Guesthouse Sus en Zo, waar de presentatie plaatsvond, werden ook de nieuwe bierveeltjes van de bierbrouwer gelanceerd. Het gaat om een samenwerking met Conservation International en Friends of Green Suriname. Brian van het Kruis, uitbater van Sus en Zo, mocht symbolisch de eerste veeltjes in ontvangst nemen. Het project is een van de activiteiten waarmee de bierbrouwer de bewustwording van de Surinamer met betrekking tot het milieu wil onderstrepen. De veeltjes zijn van 100% recyclebaar papier vervaardigd en de achterkant is bedrukt met duurzaamheidstips en natuurweetjes. Het duurzaamheidsverslag is een weergave van de Corporate Social Responsibility Strategy van het bedrijf en de doelstellingen waarmee duurzaamheid bevorderd zal worden. Directeur Ed Wachmans van de Surinaamse brouwerij zegt dat het duurzaamheidsbeleid van zijn bedrijf is gestoeld op 3 pilaren, namelijk milieu, medewerker en maatschappij. In 2014 publiceerden wij als eerste bedrijf in Suriname een duurzaamheidsverslag. En dit verslag gaat in op de duurzaamheidsactiviteiten die momenteel plaatsvinden in de, op dit moment en voor de toekomst. In 2015 heeft Surinaamse Brouwerij met al haar werknemers het goede werk van de voorgaande jaren op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wederom voortgezet. En die activiteiten die vinden plaats binnen het kader van een Heineken-programma. Dat heet Brewing a Better World en dat is een wereldwijd programma waarin wij met de Surinaamse brouwerij in participeren. We zijn er dan ook trots op dat we wederom kunnen melden dat er op alle fronten vooruitgang is geboekt. Hoewel wij niet al onze doelstellingen volledig hebben gehaald, blijven wij wel gecommitteerd om die in de toekomst wel te halen. Dus Ed Wachemans, John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname, CIS, is blij dat ook de Surinaamse brouwerij behoort tot het team Friends of Green Suriname. Hij is blij dat bedrijven ondanks de moeilijke tijden die wij nu doormaken, bereid zijn te investeren in natuurbescherming. Ik zou zeggen, juist nu, wanneer het moeilijk is, juist nu wanneer de druk op onze natuurlijke rijkdommen verhoogd wordt, en waar de overheid het steeds moeilijker heeft om hun verplichtingen na te komen, juist dan kijken we inderdaad naar elkaar. En het bedrijfsleven is daar een belangrijk onderdeel van. Dus ik ben bijzonder blij en trots dat de brouwerij een vriend is, een friend of Green Suriname. En ik vind het echt helemaal bijzonder dat we samen dit leuk project hebben kunnen doen. Zoals je weet, het is ongeveer een half jaar, een jaar geleden begonnen hierover te praten en we dachten, wat voor leuks kunnen we samen doen? Hoe kunnen we de boodschap uitdragen? Hoe kunnen we de boodschap over ons mooi groen Suriname nog meer laten leven? Nou ja, onder het genot van het biertje is dat natuurlijk een ideaal moment. Dus om nu met deze veeltjes, die de komende maanden, denk ik, beschikbaar zullen zijn, eigenlijk alle veeltjes, zullen aan de achterkant dus een mooie boodschap hebben. Waar de leuke weetjes van de natuur verteld zullen worden. Onder andere dat zonder onze bossen bier niet mogelijk zou zijn. Dat is dus John Goedschalk, directeur van Conservation Foundation Suriname. Hij sprak vanmorgen in verband met de presentatie van het derde duurzaamheidsverslag van de Surinaamse brouwerij en de launch van de nieuwe Parbo bierveeltjes.